Mijn naam is dokter Jan van Spreeuwel. Ik ben maagdarmleverarts in dit ziekenhuis. En dat houdt in dat ik me als specialist bezighoud met inwendige organen. En dan met name maagdarmlever, galwegen en de alvleesklier. Ik ben uiteraard opgeleid tot arts en daarna opgeleid tot specialist. Ik ben oorspronkelijk internist, algemeen internist geworden. En heb me later toegelegd op maagdarm- en leverziekte. En ben toen omgeregistreerd tot wat we nu maagdarmleverarts noemen. Gestuurd door uw huisarts? Ja. Omdat u buikpijn heeft? Dat klopt. Hoe lang speelt dat al, dat probleem? Sinds een week of twee ongeveer. Mm-hmm. En waar zit de pijn? Eigenlijk over de gehele buik. Het type patiënt wat ik hier zie is heel gevarieerd. Er zijn heel veel mensen met buikklachten. En dat zijn weer mensen die een prikkelbare darm kunnen hebben, maar ook een chronische darmontsteking kunnen hebben. Maar het zijn ook mensen die komen omdat er een verhoogd risico is in hun familie op bijvoorbeeld dikke darmkanker. Het zijn ook mensen die wat wij noemen leverfunctiestoornissen hebben, dus bij wie aanwijzingen gevonden zijn dat er een probleem is met de lever. Dat is heel gevarieerd. Is dit pijnlijk als ik hier duw? Gevoelig. Niet. Geen pijn. Wat ik zo boeiend vind aan het vak van maagdarmleverarts is dat je enerzijds het theoretische denkwerk van de internist beoefent en anderzijds endoscopisch onderzoek doet. En bij endoscopisch onderzoek ga je met een flexibele slang in het lichaam, in de darm, in de maag. Je kunt zelfs de galwegen en de alvleesklier bereiken en daar kijken wat er aan de hand is en behandelingen toepassen.